Asfalt of klinkers in de Dorpsstraat in Diepenveen? Asfalt zegt de gemeente, maar klinkers zegt een initiatiefgroep. Dat vandaag in Actua. De gemeente heeft plannen om de Dorpsstraat in Diepenveen opnieuw in te richten. Dit zodat Diepenveen weer een dorpskarakter krijgt. Al een tijdje speelde de vraag, moet de Dorpsstraat nu asfalt of klinkers krijgen? Uit de schriftelijke enquête die de gemeente eind 2010 heeft gehouden onder bewoners van de Dorpsstraat, zou blijken dat er een kleine meerderheid voor asfalt is. Daarom heeft de gemeente ook voor asfalt gekozen in het nieuwe bestemmingsplan. Maar hoe denken de mensen over de bestrating van de Dorpsstraat? Wij vroegen enkele mensen bij de plaatselijke supermarkt naar hun mening. De Dorpsstraat is nu gemaakt van asfalt, maar er gaan ook stemmen op om er een klinkerweg van te maken. Wat is uw mening hierover? Asfalt. Asfalt rijdt prettiger. Ik denk asfalt. Voor mij mag de klinkerweg zijn. Ik vind klinkers mooier. Nou, ik denk dat je het asfalt kan dragen. Nou, ik vind het asfalt prima. Het maakt mij in wezen geen fluit uit. Misschien moet je heel handig zijn en dan van dat geluidsarme klinkertjes erop doen. Ik zou het mooiste vinden klinkers. Dit is een doorgaande weg door het dorp. Het wordt nooit meer echt een dorpsstraat zoals het vroeger was. Maar ik heb er wel begrip voor dat men zegt van, ja, we gaan het teren voor lawaai. Dat wel. Maar eigenlijk, het zou heel mooi zijn. Het past bij een dorp, vind ik klinkers. De wereld is al, Nederland is al teerweren allemaal. Ik vind het heel vervelend om over klinkers te fietsen. En ik fiets hier elke dag, dus dat zou ik niet zo graag willen. Nou, voor mij mogen ze klinkers doen. Hè? Het liefst ook nog van die lekkere oude kastei. Zelfs met klinkers wordt het niet echt meer een dorpsstraat, zegt u eigenlijk? Nee, in dit geval niet. Kijk, als je over een dorp praat, zoals bijvoorbeeld, ja, hoe moet ik het zeggen, Heten of die kant op, dan heb je echt nog een dorpsstraat. Klinker, dat gaat veel meer lawaai maken, denk ik. Het zou nog zijn, hè? Het is niet nodig. Weer veranderingen. Ik vind dit vind ik niet mooi. Vind ik zonde. Ik zou hier maar bomen en dat gekletter van die keien, nou, lijkt me niet zo prettig. Nee, je moet het van twee kanten bekijken. Ernst Lole is een van de initiatiefnemers van een plan voor aankleding van de Dorpsstraat, waar de bestrating dus een belangrijk onderdeel van is. De initiatiefnemers vinden klinkers een veel betere keuze en zijn ervan overtuigd dat de meerderheid van bewoners en ondernemers aan de Dorpsstraat dat ook vinden. Dat baseren de initiatiefnemers op een eigen peiling. Ze roepen de gemeente dan ook op om opnieuw een onderzoek te doen naar wat men wil in de Dorpsstraat. Omdat de meningen nu dus anders zouden zijn dan op het moment van de gemeentelijke enquête. Het punt is dat bij klinkers heeft een heel aantal voordelen boven asfalt. Voornamelijk voor de inzijging voor bomen, de uitstraling. Als het nat is, ziet het er anders uit. Als het droog is, heb je een totale andere uitstraling. En dat zou je bij asfalt nooit tegenkomen. Bovendien, het is veel makkelijker te repareren klinkers dan asfalt. Asfalt heeft wat dat betreft ook heel veel minpuntjes. Het grote voordeel van de hele klinkerbestrating is dat je een gelijkvloers oppervlak hebt. Want stoep en rijbaan, dat wordt dan hetzelfde, zou ik maar zeggen. Maar dan in een ander patroon gelegd. En ook de parkeervlakken. Nou, dat geeft een geweldig mooi straatbeeld. En zo moet u dat zien. U moet niet direct focussen op kuilen of indraaien. Want dat hoeft helemaal niet te gebeuren. Het hangt totaal af van de ondergrond hoe je die stenen erin legt. Maar er is natuurlijk ook wel een kostenplaatje aan verbonden. Misschien speelt dat ook wel mee bij de gemeente. Nee, helemaal niet. Want de restwaarde van stenen is eigenlijk die is hoog. En van asfalt moet je alles weghalen en moet je het opnieuw doen.
Dus het kostenplaatje asfalt klinkers, dat heeft absoluut geen waarde. Dus eigenlijk samenvattend, of tenminste, wat zou u, of tot slot, wat zou u eigenlijk nu precies willen? Wat wilt u dat er nu gebeurt? Nou, ik hoop dat de gemeente komt met een oplossing waar dat landelijke, dorpse karakter in terugkomt. Met leuke beplanting, met een gezellig straatbeeld. En dat zien wij niet direct in asfalt. Bovendien wilt u misschien ook dat er opnieuw een peiling wordt uitgevoerd? Nou, heel graag. Ja, heel graag. Ja. U blijft erbij dat u overtuigd bent dat de meeste ondernemers en bewoners hier voorklinkers zijn? Dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. De initiatiefnemers vinden steun bij GroenLinks. GroenLinks, zelf voorstander van klinkers in de Dorpsstraat, geeft aan dat zij vinden dat de wens van bewoners en ondernemers moet worden gevolgd. Zij stelden daarom vragen aan het college over technische details van de gehouden enquête, met als doel het college te bewegen om een nieuwe enquête te houden. Wat was de aanleiding voor GroenLinks om vragen te stellen over de Dorpsstraat in Diepenveen? GroenLinks vindt dat klinkerbestrating het beste past bij een dorpje als Diepenveen met een landelijk en dorps karakter. Men probeert hier het gebied herin te richten op een goede manier voor zowel bewoners als ondernemers. En veel bewoners en ondernemers vinden dat klinkerbestrating daar het beste bij past. Er zijn echt ook veel bewoners, met name die vrezen voor geluidsoverlast. En dus de meningen zijn nogal verdeeld. Nu heeft het college eind vorig jaar een enquête uitgevoerd onder de omwonenden. En daaruit bleek een krappe meerderheid voor asfalt te zijn. Echter, er waren ook veel mensen die geen mening hebben gegeven. Dus de respons was eigenlijk erg laag. Een aantal voorstanders van de klinkerbestrating die hebben toen het initiatief genomen om de tegenstanders te overtuigen van de voordelen van klinkerbestrating, hebben een peiling gehouden. En uit die peiling blijkt dat er nu meer mensen voor klinkerbestrating lijken te zijn dan voor asfalt. Desalniettemin heeft het college recent besloten om de straat toch te gaan asfalteren. En wij vinden dat het goed is om een nieuwe enquête te houden onder alle bewoners met een zo hoog mogelijke respons. Waardoor je een representatieve uitkomst hebt en uiteindelijk een goede keuze kunt maken. Denkt u echt dat er wel een meerderheid is voor die klinkers nu? U gaat erin mee met de initiatiefnemers? U neemt aan dat zij gelijk hebben? Wij weten dat niet, omdat het onderzoek niet deugt. Dus het onderzoek uit 2010 laat zien een lichte voorkeur voor asfalt. Destijds was ook de keuzemogelijkheid van streetprint nog aanwezig. Dat is eigenlijk al afgevallen. Nu zijn er meer mensen benaderd en daaruit lijkt een meerderheid te zijn voor klinkerbestrating. Maar om dat zeker vast te stellen, moeten we gewoon nog een keer een goede enquête houden. Wat is nou het doel van de vragen die u stelt? U wilt dat het college opnieuw dus het onderzoek gaat doen? We vinden het heel belangrijk hoe de besluitvorming verloopt hier. Een straat leg je maar één keer in de tientallen jaren aan. Dus je moet een goede keuze maken. En nu blijkt een keuze gemaakt te zijn op basis van wat dubieuze interpretatiemethodes van peilingen. Waarbij het uiteindelijk bepalend is of iemand wel of niet thuis is tijdens een peiling. Kan de doorslag geven of een straat wordt uitgevoerd in asfalt of niet. Dus daarom willen we dat onderzoek dat zorgvuldig gebeurt. En als het college nou zegt van nou, de peiling hebben we gedaan en we gaan niet nog een keer opnieuw het onderzoek doen. We gaan gewoon voor asfalt. Gaat er dan nog andere stappen zetten, een motie of zo? Op dit moment weten we dat niet. We denken dat het college nu ook wel inziet, of we hopen in ieder geval dat het college inziet dat het wel heel erg een vreemde manier van onderzoeken is zoals het nu is gegaan. Dat uiteindelijk de voorstanders de deuren langs zijn gegaan waaruit blijkt dat er meer mensen voor dan tegen zijn. En dan toch te besluiten voor asfalt. Dus we hopen dat het college inziet en zo verstandig is om alsnog een nieuwe enquête uit te schrijven. Komt er een nieuw onderzoek? Dat vroegen we vandaag aan de gemeente en een woordvoerder liet het volgende weten. De initiatiefnemers hadden voor een vastgestelde datum moeten aantonen dat drie voorstanders van asfalt van mening zijn veranderd en dus voorstanders van klinkers zijn geworden. Die voorwaarde was bekend bij de initiatiefnemers en daar hebben zij niet aan voldaan.
Het college heeft vorige week een besluit genomen omdat er geen aanleiding was om het standpunt te veranderen. De gemeente doet geen nieuwe peiling en blijft asfalt als uitgangspunt van de Dorpsstraat in Diepeveen houden. Tot zover de reactie van de gemeente en ook tot zover Actua. Bedankt voor het kijken en volgende week is er weer een gloednieuwe Actua op DRTV.